Good morning. Helemaal schreeuw ook. Goedemorgen, het is een nieuwe vlog. Het is vrijdag en de weekendvlog gaat van start. Ik ben echt super rustig aan opstarten. Het is nu 12 uur. Ik heb letterlijk tot 10 uur lekker geslapen, rustig aangedaan, rustig ontbeten, alles rustig aangedaan. Voor de planning heb ik ineens heel spontaan bedacht. Ik heb zin om even naar Vintage Winkel te gaan. In Zwolle, Cream Vintage. Ik heb daar ook een pas van, dat ik altijd 25% korting daar heb. En het is gewoon een super chille vintage winkel. En ik heb gewoon even zin om even te kijken. Ook heb ik gisteren, superleuk, van Davines een pakket binnengekregen. Ik had een vlog dat ik naar BPR ging. En daar heb ik ook heel even een klein shotje laten zien van Davines. Dit is het merk. Het is een volledig natuurlijk haarmerk, wat ze mij hebben verteld. En ik heb een shampoo en conditioner gekregen. Ja, en dit is dus voor de curllijn. Want ik heb helemaal ineens een soort andere haarstructuur gekregen sinds het weer is aan het groeien. En er zit helemaal een soort slag in. En ik denk dat het een soort krulpatroon is wat er nu in komt. Dus ze zeiden, joh, we kunnen ook de krullijn opsturen. En dan kan je kijken hoe en wat. Wat ook super chill is aan Davines. Het is trouwens niet gesponsord, gewoon gekregen. Maar ze hebben dus ook refill pakken. Dus dit is dus gewoon een refill van je shampoo. Dus je hoeft niet elke keer het flesje opnieuw te kopen. Ook al is het duurzaam plastic. Het is gemaakt van andere materialen. Het is dus gerecycled. Maar dit is natuurlijk nog beter. En kan je gewoon lekker je refill zakken kopen. Zodat je maar één keer zo'n flesje hoeft te kopen. Fucking genius. Natuurlijk heel veel merken doen het, maar je ziet het niet super vaak voorbij komen. Al helemaal niet met haarmerken. Het is ook een merk die door kappers wordt gebruikt. Ik ben helemaal benieuwd. Dus ik ga nu lekker mijn haar wassen met de Curl Line. De Love Curl Shampoo. En de Love Curl Conditioner. Dus ik ben super benieuwd. Ik ga die zo even gebruiken. En dan wil ik dus even naar Zwolle. Ik dacht, daar heb ik zin in. Oké, ik heb lekker gedoucht. Ik heb mijn haar gewassen. Het ziet er echt weer helemaal lekker uit. Dus ik ben heel benieuwd hoe deze shampoo en conditioner van Davines gaan werken. Maar, I'm gonna wear all black today. Ik heb helemaal even Pascal de Vormer in mij. Want ik wil mijn nieuwe Balenciaga crocs aan. Want ja, ik heb ze nieuw en op 6, dus ik wil ze elke keer aan. Dat staat nu even op de planning. Dus ik denk dat ik lekker Adidas pak aandoe. Maar wel heel veel lagen even ga toevoegen, zodat het wel helemaal mij is. En dan ga ik gewoon even naar Zwolle. Want ik heb er wel echt heel veel zin in. Het is tering lekker weer. Het is gewoon lekker 16 graden. Blauwe lucht, zonnetje. Perfect om lekker te fietsen. Even de stad in te gaan. Dus daar heb ik echt heel erg veel zin in. En ik wil sowieso, het was vandaag of morgen. En weet je, ik zit zondag ook alweer in de trein. Dus ik dacht, weet je, dan is het wel lekker om morgen gewoon lekker een beetje thuis te blijven. Dus dan gaan we dat eventjes fixen. Ondertussen kijk Drag Race UK seizoen 6 aflevering 2. Die staat online. Ik kijk via Wow% Plus. Daar heb ik een abonnement. Het is eigenlijk een soort Netflix voor Drag Race. Amazing. Als je Drag Race op 6 bent. WOW% Plus. Kan je vinden. Oranje teken logo. And this is the look. Ik ben helemaal lekker in het zwart. En ik heb dan ook mijn Balenciaga crocster dus onder. Maar ik vind het eigenlijk wel een lekker lookje. Zwart, maar wel heel veel lagen. Heel veel speelsheid. Het is wel altijd lekker. Dus ik ga zo naar Zwolle. Ik moet even kijken hoe laat is het. 1 uur. Oh, dan kan ik over 10 minuten lekker wegfietsen. Naar de trein 1:30. Helemaal top. Ik ben nu inmiddels in Zwolle bij Cream Vintage en ik vind dit DHL t-shirt, dit is echt waanzinnig. Maar ik ben ook echt al super lang bij Rosalie Wees Lullen en bij Janelle, want die waren lekker in de winkel. En ik dacht, ik ga even langs, maar ja, dat blijft natuurlijk weer langer hangen, want je hebt super veel bij te bespreken. Dus ik ben nu even in de vintage winkel en helemaal chill. Helemaal leuke dingen, ik kan niet super veel vinden, maar ik ben aan het kijken. Ik kom nu ook net deze pet tegen. Dat is een hele moeilijke soort bolpet. Maar ik heb er ook wel iets weer mee ofzo. Volgens het steken dat ik hem meeneem. Wie weet dat ooit een lookje tevoorschijn kan komen. Hallo! Ik ben thuis. Ik heb verder niks meer gefilmd. Ik heb lekker gegeten. Lekker gedaan. Ik kijk Drag Race. Global All Stars. Zo, dat was het woord die ik nodig had. Maar ja, het is ook mijn vrijdagavond en ik moet lekker de vlog editen. Dus ik hoop dat ik er niet te lang mee bezig ben. Op zich heb ik best wel op tijd gegeten, want ik had ook niet geluncht. Ik had best wel veel zin in eten. Dus ik heb best wel vroeg gegeten al. Dus op zich heb ik nog best wel lang dan nu om te editen. Dus let's pray.
dat het ook gewoon snel gaat. Nu ik aan het wachten ben totdat mijn vlog is geüpload op YouTube. Ben ik echt op de krocht van TikTok beland. Dus dat is ook wel weer gaaf. Maar hij is helemaal geëdit. Hij duurt ongeveer net zo lang als de vorige. Ongeveer 38 minuten. Dus dat vind ik altijd wel een lekkere lengte van een video. Ik hoop dat jullie dat ook lekker vinden. Dus ik ga daar even op wachten. En dan ga ik zo meteen mijn bed in. Het is 9:30. En ik wil gewoon in mijn bed chillen. En YouTube kijken. Ik heb nog heel veel YouTube video's die ik moet kijken. Ik heb net even die van Iris gekeken in Japan. Echt lof. Die video's nu al. Er staat nog maar één online. Maar ik ben ready for what's coming. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Morgen zaterdag. Ik ga met Mila koffie doen. Ik weet nog niet of we naar Vera gaan. Of naar gewoon je bijvoorbeeld bij mij thuis even gaan zitten. Maar ik denk bij Vera. Ik moet sowieso nog het dorp in. Dus. Oh, morning. Het is vandaag zaterdag. Nieuwe dag. Nieuwe leven. Nieuwe adem. Hallo. Ja, ik heb lekker geslapen. Ja, weet je, we kunnen er omheen draaien, maar het is wel zo. Ik heb lekker met verzwaringsdeken geslapen. Oh. Het enige altijd, als je dan wil omdraaien in de nacht, dan is het helemaal heel zwaar. Maar, oh, ik slaap zo lekker dan. En zo gewoon lekker op één plek. En mijn dekens blijven altijd gewoon liggen. En ja, als ik dat niet heb, dan liggen mijn dekens helemaal zo. Liggen ze helemaal overal. Maar ik heb super lekker geslapen, heel raar gedroomd, helemaal alsof ik een relatie had en zo. Toen dacht ik echt, I wish, maar sure. It's a dream. I'm dreaming about a boyfriend, I think. Dus dat was ook helemaal gaaf, helemaal gezellig. Dus ik ga nu rustig opstarten. Ik heb verder niet echt spannende plannen. Misschien dat ik nog wel iets van een TikTokje wil filmen, misschien niet. Ik ga koffie doen met Mila, want eigenlijk is dat gewoon ons zaterdagritueel. Ik moet even naar het dorp voor boodschappen. Ik moet even een cadeautje halen. Mijn moeder vroeg dat net of ik dat even wil ophalen. En wat een schijfjes. Weet je, van die dingen. Dus dat gaan we eventjes fixen. Dus dan, maar dat kan ik net zo goed doen als ik met Mila toch in het dorp een koffie ga doen. Kan ik dat net zo goed dan halen als ik toch in het dorp ben. Dus dat is beter, makkelijker, chiller. We gaan het doen. We gaan het even fixen. DHL komt net langs en dit lag bij de buren. Ik heb gewoon PR gekregen van Lush. Love it. En een pakket van Dollskill. Dit heb ik besteld omdat ik de Lulu ben. Maar ook ik heb een samenwerking met Nickelodeon SpongeBob. Dat heb ik natuurlijk laten zien ook in de vlog. Maar ik wil even wat extra SpongeBob items kijken voor een outfitje. En ik had gewoon een excuus om iets te bestellen. Maar ik ga even beginnen met Lush. Want ik heb geen idee. Maar lacht dus bij de buren. Want de buurman die was niet buiten. Die zegt, oh Sasha, wacht. Nu heb ik de kans om het je te geven. Toen dacht ik, nou ja, schat. Je kan het sowieso geven. Maar jullie willen volgens mij gewoon liever niet aanbellen of zo. Ik weet niet hoe dat zit. Maar is goed. Het ruikt zo zoet. Misschien dat hij er daarom ook graag vanaf wil. Oh my god, volgens mij is dit wat ik denk dat het is. Keep it strange. Can you match our freak? De gloednieuwe handgemaakte Halloween collectie bestaat uit bizarre, charmante buitenbeestjes. Van angstaanjagend lekkere badproducten tot skincare om je freaky kant volledig te ontarmen. Ik vind het dus zo leuk dat ik gewoon voor het eerst in mijn leven Lush PR krijg. Oh my god, dit kan ik natuurlijk echt niet normaal openen. Wacht even. Dit ruikt zo lekker. Oh. Glow in the dark shower gel. Oh my god, glow in the dark? But is this gonna go like, am I glowing in the dark when I use this? Moet ik gewoon het licht uitdoen? Dus ik ga douchen. Love it. Oh, mijn vader gaat dit echt walgelijk vinden. Die vindt al die zoete geuren altijd fris. Oh! Oh mijn god, hier zit die moeilijke octopus in. Monster octopus shower jelly. Dat ik dit dan gewoon in de douche ga leggen. Fruitig, guitig en lief voor je huid. Deze glibbervriend is het allemaal. Ik love de Lush. Ik moet alleen bekennen, ik koop nooit wat bij de Lush. En ik weet niet waarom. Maar ik had altijd natuurlijk... Oh, een spookje. Oh, deze ruikt lekker. Oh, heerlijk. Maar ik koop er nooit wat. Omdat ik altijd denk, ja...
Wij hebben een bad, maar ik zit nooit in bad, want ik vind in bad gaan vreselijk. Maar dit zijn allemaal shower producten, dus dat vind ik top. En ik kan de bruisballen voor mijn zus en mijn nichtje meenemen. Deze is iconic. Want mijn nichtje zit echt heel veel in bad. En bij mijn zus hebben ze een bad. Dus dit is natuurlijk heerlijk voor mijn zus. En die zie ik toevallig morgen. Dus dan kan ik haar ook weer verblijden. Dat gaat ze leuk vinden, denk ik. Toil and Trouble. Shower slime. Pepermunt, lavendelgoedje met een schuimend klein vleermuisje in het midden. Oh! Oh, dit is heel moeilijk. Ziet dit eruit. Maar heel leuk. Ik moet vandaag dan even een bakje kopen, denk ik, voor mijn lush. Dat ik even die producten erin kan doen. Een lipscrub. Oh, love that. En helemaal in paars. Oh my god. Ik vind dit zo leuk. Maar ik moet even blijven voelen of er nog wat in zit. Oh, nog een spook. Oh, die spook had ik al in. Grapje, die heb ik er niet uitgehaald. Oh my god, lush, dankjewel. Ik ga het ook even op een story zetten, maar dit vind ik amazing. Als we toch bezig zijn, ga ik Dolls Kill ook meteen even openen. Ik weet niet meer wat ik allemaal heb besteld. Moet ik eerlijk toegeven. Want ik zie nu weer iets en denk ik, hè? Heb ik dat besteld? Maar dat is prima. Dolls Kill bestel ik heel vaak, of heb ik nu een paar keer dingen besteld. Zoals mijn Care Bear items. Ik heb wat Bratz kleding items er vandaan. Teletubbies heb ik heel veel dingen er vandaan. Zoals mijn Teletubby tas van Tinky Winky en zo. Ze hebben echt waanzinnige dingen. Dus ik had weer veel besteld. En helemaal leuk. Helemaal gezellig. Maar ook omdat ik dus die samenwerking heb met Wonder Museum en Nickelodeon en SpongeBob. Dus ik dacht het is wel heel erg leuk dat ik even heel wat lookjes ermee kan stylen. Ook omdat ik het natuurlijk super leuk vind en fan ben van SpongeBob en weet ik het allemaal. Dus ik dacht ik ga het heel even checken en kijken en doen. Maar ik weet niet of nou echt alles erin zit. I don't know. I guess not. Want volgens mij heb ik ook... Dit moet ik heel even gaan checken. Maar ik zie ook dingen die ik sowieso wel heb besteld. Maar ik moet heel even kijken hoe en wat dat dan... Klopt. Maar ik heb ook twee Teletubby dingen besteld. Want die zag ik. En toen dacht ik, ja, wil ik. Ik ben ook door iedereen en hun moeder getagd in een video over de Teletubby laars. Die zijn ook van Dolls Kill. En dat is hartstikke leuk. Maar Dolls Kill verkoopt niet mijn maat in hakken of iets. Dus ik pas dat sowieso niet. Maar dankjewel. Kijk! Het is een Tinky Winky tas. Ja, ik moest dit hebben. Oh nee, dit is Dipsy. Grapje. Lol. Ja, want ik heb die Tinky Winky tas ook al, maar ik vond deze ook echt waanzinnig. Ja, heel blij mee. Ik heb nog een tas, maar dit is Patrick Ster. En deze heb ik ook al in de SpongeBob variant. En dat is eigenlijk een hele chille tas die ik echt super vaak gebruik. En nu dacht ik, ja, ik wil ook ons Patrick. Ik wil ons petje, wil ik ook. Dus die, oh, kijk er shimmeren en shinen. Ja, weg van. Oh ja, ik heb hier ook nog een ketting. Want ze hadden een Teletubby ketting. Een Teletubby. Een Teletubby. Wat een leuke verrassende pakketjes vandaag. Er komt ook nog iets van Zalando naar mij. Maar vooral die van de Lush had ik echt niet verwacht. Kan ik dat ook weer openen? Oh, hij is ook echt gewoon echt very cutesy. Love it. Kijk, want ik heb dus hier nu twee soort van mini rokjes. In een L. Ik weet niet eens of ik een L ga passen. Maar ik weet niet of heb ik dit besteld. Want ik weet wel dat ik fluffy beenwarmers besteld had. But this looks... Tiny. I mean, I'm kind of obsessed though. Om te leren. Ergens overheen. Wel heel gezellig. En die heb ik dus blijkbaar ook in de Patrick variant. Oh, ik moet gewoon echt even gaan kijken of ik dit heb besteld. Maar ja, I mean, it's very cutesy. Kijk, dit is wel echt heel erg leuk.
Ook een trui of een soort t-shirt, sweater. Ik ben ook echt blij dat al die items nu echt alsof ik niks nieuws had ook. Maar ik ga shooten met Mark weer dinsdag. Oh, deze is ook heel leuk. Oh my god, I love this one. Heel erg gezellig. Ja, ik ga shooten met Mark. Dus dinsdag weer. Eindelijk. Na echt maanden. Dus daar ben ik echt heel blij mee. En dan heb ik ook weer even leuke nieuwe items. Maar ja, kijk. Deze jurk, die heb ik al. En deze jurk is waanzinnig. Maar ik heb hem in de Patrick variant. En nu heb ik ook... Ik ben Octo, ik ben Octo. Ja, dit is toch waanzinnig cute. Maar dit kan je dus ook gewoon lekker in de winter of in de herfst dragen. Want hij heeft dus armen erbij. En dan kan je gewoon lekker een panty eronder doen. En even zo... En ik vind deze kleur ook wel echt heel erg pretty. Echte Octo kleur. En dit is zo zacht. Dit zit zo lekker. Dus ja. Oké, ik ga heel even checken wat er aan de hand is met... De bestelling, omdat ik die beenwarmers had besteld. En daar had ik eigenlijk het meest zin in. Want ik dacht, dat is gewoon echt very cunty. Het waren echt soort fluffy beenwarmers met het gezicht van SpongeBob en Patrick erop. Maar als ik die rokjes gewoon pas... Ik vind het een beetje discutabel. Bij mijn taille waarschijnlijk sowieso wel. Maar of ze over mijn billen gaan, weet ik niet. Dan zijn die natuurlijk ook super cute. Dus ik ben echt blij met letterlijk elk item wat ik nu heb besteld. Maar... In mijn hoofd gaat er even iets mis. Dus dat moet ik even checken. Ik ga stuk. Wacht, ik ga het jullie laten zien. Ik heb dus wel het goede besteld. Want ik had gekeken naar dit. Alleen dit. Ho. Alleen dit. Dat ik dit had besteld. Maar het ging dus om het rokje. En dat staat er ook gewoon bij. Ik ga stuk. Ik snapte ook al niet waarom er maten bij stonden. Vond ik heel vreemd. Maar goed. Zo typisch hier. Oké, ik heb dus het goede besteld. Zo dom dit weer, maar is goed. Prima, Marco. Nu hopen dat ze passen. Want eigenlijk zou ik dit soort dingen eigenlijk normaal een XL bestellen. Terwijl ik eigenlijk weet dat ik wel een LXL ben. Maar we gaan het even zien. Ja, ik vind deze trui ook echt waanzinnig leuk. Echt een cutie. Misschien doe ik hem vandaag wel aan. En ook gewoon, ja, natuurlijk die Dipsy tas. Ja, sorry, wil je even normaal doen? Echt waanzinnige dingen. Ik ben volgens mij gewoon mentally ill. Ik ben mentally ill, want ik heb weer iets bedacht en het moet nu gebeuren. Kijk, misschien vraag je je af, waarom ben je mentally ill? Ja, weet je, ik moet het weer doen. Ik heb dus een haar, ik heb iets gezien, een haarkleur. Ik wil weer gekke haarkleuren. Ik voel me veel te normaal. Ik vind het vreselijk. Ik haat het. En dat heb ik nu besloten dat ik het haat. Ik ga wel eerst een testpluk doen. Want ik heb natuurlijk letterlijk 1 of 2 vlogs geleden mijn haar weer zwart geverfd. Ik haat mezelf en met bokstaai. Dus of ik het überhaupt blond krijg, is de vraag. Geen idee. Probably not, maar we gaan het zien. Gaat mijn haar helemaal naar graftyfus? 100%. Moeten we door? Ja. Healthy hair journey. Was leuk. Ik zeg ook een testpluk. Zit er weer zoveel erin te smeren ook, maar is goed. Ja, ik moet heel even kijken of het gaat pakken ook. Überhaupt. Dus ik ga heel even... wat plukjes doen. Want als dat werkt, dan kan ik gewoon mijn hele haar doen. Ja, ik heb nu echt weer besloten, dit moet. Echt, ik haat mezelf. Maar aan de andere kant, ik heb nu... Wat ga ik doen eigenlijk? Waar ga ik het smeren? Gewoon hier doen? Echt een random plek ook. Echt, ik haat mijn eigen leven. Dan doe ik helemaal zo'n kwartje. Zo'n kwart van mijn... Nou ja, in ieder geval een soort vierkant. En dan kan ik gewoon even zien wat het gaat doen, weet je. Maar weet je wat het ook is? Als ik iets in mijn hoofd heb, dan heb ik het niet in mijn kont. En dan moet het nu gebeuren. Dat is echt een hele slechte eigenschap van mij. En vooral qua uiterlijke veranderingen, hè, is dat heel erg een ding. Weet je, ook ik moet door. Dus ik ben benieuwd.
We need to code it like a motherfucker. Oké, ik ga dit heel even, dit dus even in laten trekken. En dan gaan we het zien, hè. Probleem is ook nog de kleur die ik wil. Daarvoor moet het ook echt wel goed blond zijn en niet warm. Nou ja, weet je, we gaan het zien. Ik heb folie ook op mijn hoofd, maar wat dus mijn haarinspiratie is. Jasmina, even kijken, Jasmina TV op Instagram. She is an icon, she is amazing. Ze heeft dus een hele vette pixie cut ook. Maar dan echt in een mintgroene kleur. En ik zat net ook een vlog van haar te kijken en ik ben gewoon zo fucking obsessed met dat haar. Ik kon er alleen maar naar kijken. Ze is sowieso een mega icoon. Ze doet Instagram, YouTube, ze doet van alles. Zij is waanzinnig. Maar gewoon die pixie in een soort mintgroen of blauwe kleur. Ja, ik leef. Alles wordt meteen geëleveerd. Weet je, alles is meteen sleden, house down ook. Krrr, gewoon helemaal waanzinnig. That's my inspiration. Maar ja, we moeten alleen even kijken of dit gaat werken. Ik bedacht me net wel dat het 11:45 is. En ik om 3:00 met Mila heb afgesproken. Dus stel, dit zou al werken. Weet ik niet eens of ik tijd heb om het allemaal voor die tijd nog te doen. En anders heb ik gewoon zo'n pluk. En dan zet ik een pet op. Of doe ik zo'n moeilijk sjaaltje op mijn hoofd. Weet je wel. Maar dat gaan we zien. Dus, dit is weer een gaaf project. Oké, ik ga hem ervan afhalen. Maar volgens mij ben ik echt vlaag, joh. Maar oké, we gaan het zien. Even een handdoek, handschoenen. Op zich, als ik vlaaggeel word, vind ik dat alsnog heel knap. Met 2 keer zwarte boxdye erop. Maar ja, ik moet ook weer niet te vroeg juichen, want you never know. Dit eigenlijk gewoon heel even onder de kraan spoelen eigenlijk. Oh nee, het is zeker niet blond. I mean, mijn aanzet is blond, wat we hadden verwacht, maar dit niet. Oké, mijn haar krult ook nog steeds op, het voelt nog semi-oké, dus nou ja, best wel oké. Dus dat is top. Ik denk wel dat ik nu toch mijn hele haar ga inzetten. Ja, ik ben toch bezig. Terwijl ik dit doe, hoor ik Pascal in mijn hoofd, hè, met geklaag en gezucht en gesteun en oh, echt. Waarom doe ik mezelf dit ook weer aan? Ik weet het niet, maar ik weet wel. Ja. Yeah. Ik ben gewoon een moeilijk persoon. En weet je, ik heb nog nooit gezond haar gehad. Misschien ben ik er gewoon ook niet voor gemaakt. Ik blijf het zeggen. Ik beloof ook niks meer aan mensen. Ik zie wel hoe het leven loopt, weet je. We hebben ook pruiken. Als ik daar weer zin in heb, ben ik nu ook even moe van. Ik had eerst bedacht gisteravond van, oh, misschien, waarom doe ik dit met die kwast? Laat ik ze gewoon invrijven ook. Maar toen dacht ik, oh, misschien kan ik wel echt superleuk weer even mijn pruik opdoen en zo. En laatst dacht ik, nee, dat is niet wat ik nodig heb. Wat ik nodig heb, is even een drastische verandering. En dat is wat ik nu doe. Ik maak een drastische verandering. En ik vergeet ook heel vaak hoeveel haar ik heb. Ik heb heel veel haar. Ook heel sterk haar, moet ik zeggen. Want het heeft me een partij veel doorstaan, dat wil jij niet weten. Maar ja, dan vergis ik me wel altijd weer even in hoe heftig het is om dit in te smeren. Maar ja, ik ga even mijn ding doen. Nee, geen voorbeelden aan Sas looks, want dit is niet hoe je het moet doen in het leven. Maar weet je, we moeten door. Oh, ik haat mezelf toch eigenlijk. Ik vind het ook heel moeilijk om te zien of je het egaal aanbrengt of niet, want ja, ik heb zoveel haar, dat is niet oké. En ik moet sowieso, wat je natuurlijk hier ook kan zien, is gewoon bruin. Een soort warm oranje bruin. Ik moet sowieso na deze sessie nog een keer, 100%. My hair's gonna hate me. And I'm gonna hate myself also. But I just want this, so bye. Ik heb weer pakketten binnen, dus we gaan dit even uitpakken. Want ja, ik moet toch wachten totdat dit goedje allemaal is ingetrokken. Ik denk ik kan beter even laten zien. Ik moet ook wel even de tijd in de gaten houden. Oh, moet je nog even op?
Even kijken. Oh, dit is van NYX Professional Makeup. Want daar heb ik weer een campagne mee. Dus, daar zijn die producten voor opgestuurd. Dit is van Zalando en dat heb ik zelf besteld. Ik heb dit toen al bij Perle Haagstein gezien. En Perle is ook influencer en zij had een broek. Niet normaal. Maar ik heb er dus ook een top bij besteld. En jullie weten hoe erg ik Adidas vanavond ben, letterlijk. En dit is dus een nep leren. Oh, er valt nog van alles uit. Dankjewel. Dit is dus een nep leren Adidas broek. En dat vond ik super vet. Ik heb een maat 2XL besteld. Want ik wou hem echt extra groot. Maar dit vind ik echt super vet. Dat had ik dus al bij Perle gezien. En toen dacht ik al, work. En ik heb er ook een soort corset top bij. Even kijken. En die heb ik in een maat 44 gedaan. Maar nee, dit past wel. Kijk, dit is dus een soort corset achtige top. En dat is dus dezelfde kleur. Zelfde print, alles natuurlijk. Dus gewoon een set. Waanzinnig. En ik kan niet wachten om dat gewoon te stylen met allemaal lagen eronder. En nou ja, je weet hoe ik dat doe. En ik denk dat dit een pakketje is van Isa. Waar ik in de vorige vlog vertelde dat zij mij wat ging opsturen. En ze heeft super leuk ingepakt ook. Dus ik denk dat dit dus die set is van haar eigen collection en haar eigen merk. Wat ik nog steeds fucking ziek vind dat zij dat opstuurt. Ja! Oh my god. Oké, ik vind dit niet normaal. Hoe dit alleen al is ingepakt. Fantastisch. Oh, dit vind ik heel leuk. Alleen dit vind ik al waanzinnig. Maar wat is dit? Is dit iets extra's of zo? Oh my god, buttons. Dat vind ik zo leuk. Met haar logootje erop. Heel cute. Kaartje, heel veel plezier met de set. Ik weet zeker dat het fantastisch gaat staan. X Isa. Oh my body. Zo veel leuke nieuwe items heb ik vandaag binnen. Oh my god, dit is zo mooi gemaakt. Wil jij normaal doen? Dit is zo pretty gemaakt. Dit is insane. Fuck. Heel erg mooi. Oh, ik kan niet wachten. Oh, en er zit een lint bij, zodat ik hem kan strikken als corset. Oh my god. Kijk, en dit vind ik weer heel toevallig. Oh, het had zo moeten zijn. Dit is natuurlijk helemaal die kleur waarin ik mijn haar eigenlijk wil verven. Hoe waanzinnig zou dat zijn? Oh, en die rok voelt ook al zo chill aan. Oh, er zit ook elastiek in die band. Joh, schat, dit ga ik makkelijk passen. Oh my god, kijk dit rokje. Wat een cutie. Oh mijn god. Hij gaat waarschijnlijk wel een bit kort zijn. Maar wat ik dan ook weer heel leuk vind, ik heb van die soort rompers van zo'n soort rompertje van Urban Outfitters en witte. Die zou ik hier heel cute onder zijn. Ah, oh my god. Ja, dit vind ik niet normaal dat ze dit heeft opgestuurd. Ik ga haar een berichtje doen. En mega erg bedanken en content voor haar maken. Ook dit weer super leuk om te shooten wanneer ik met Mark ben dinsdag. Vind ik normaal. Oké, mijn haar moet echt nog een half uurtje of zo zitten. Dus ik heb even de was opgevouwen, handdoeken opgevouwen en dat soort dingetjes. En dan gaan we het even zien. Het is dan 2:30 en om 3:00 heb ik pas afgesproken met Mila. Dus op zich heb ik nog best wel tijd. Ik ben er een beetje bang voor dat ik het niet echt wit blond ga krijgen. Dus dat ik er waarschijnlijk roze of iets in moet gaan gooien. Omdat warmte met warmte. Maar dat gaan we nog even zien. Dit is allemaal zo cute. Insania. Tomorrow. Dat is toch van Annie, die musical. Dat ben ik nu. Ook een poedel. Ik vind het oprecht een wonder dat mijn haar, ik heb even conditioner ook ingedaan, nog semi-oké voelt. Maar ja, je snapt natuurlijk. Ik ga er gewoon nog een keer in. Mijn aanzet is echt goed blond.
Alleen die punten niet. Dus ik ga gewoon nog een keer eroverheen. Ik ga dat niet filmen, want jullie krijgen trauma's. Maar, ja. Ik had op mijn story ook gezet. Bye bye healthy hair journey. En iedereen zegt het ook schot. Het verbaast me niks. En mij ook niet. Nee, ik ga het allemaal even fixen. Ik heb nog iets van een uur. Dus ik moet door. Zit er al heel even in. En volgens mij gaat dit nu best wel snel. Ik heb dus echt letterlijk een mint haarverf. Heb ik gewoon hier. Echt super pretty is deze. Maar stel mijn haar is nog een beetje warm. Ben ik bang dat het niet gaat lukken. Dus ik hoop eigenlijk echt dat mijn haar best wel wit gaat worden. Maar ik heb ook nog deze Toxic Green. En deze vind ik ook echt heel vet. Maar wat heel raar is. Op de site van Attitude. Want ik wist heel even niet meer hoe deze eruit zag qua kleur. Kan ik dus de kleur niet vinden. Want ik zag alleen Toxic Neon Green. Maar dat is niet deze. Dus ik moet heel even kijken of dat nou wel degene is of niet. Want die minted is echt waanzinnig. Kijk, dan hoop je dat te krijgen. Maar dan moet je haar echt wit zijn. Dus dat is dan wel weer het ding. Attitude Toxic Dye met UV. Ja, dat is dus wel deze. Dat is echt neongroen. Oké, als er een beetje warmte in je haar zit, dan zou het moeten kunnen. Ja, we moeten het zien. Maar als ik bijvoorbeeld die groen doe en dat gaat vervagen, dan kan ik op een gegeven moment kan ik wel gewoon die mint eroverheen doen. Dus dan kan ik wel weer naar dat effect gaan. En dit gaat ook als een mint waarschijnlijk uitspoelen. Dus ik ga heel even kijken hoe dit straks eruit komt. En of ik dan meteen dit er overheen gooi of vanavond even ga doen. Moet ik heel even kijken. Maar ja, ik kan het alleen als ik nog een beetje semi-normaal blond oog kan ik het dorp in. Ik heb al Mila een bericht gestuurd. Ik zeg, schat, je gaat me sowieso uitlachen. Ik heb er wat gedaan. Zegt ze, oh god. Ik zeg, ja, meid, hou maar op. Ik heb het er weer uitgewassen. En ik zie nog wel wat donkere plekjes. Maar het is natuurlijk ook nog nat. Dus vaak wordt het dan weer wat lichter. Ik ga er soms gewoon heel veel olie in doen. Wat heat protecting. En ik doe even een muts op, want gaaf look. Oh ja, deze ben ik op. Maar ja, we moeten even door. En dan ga ik vanavond, ik heb ook geen tijd meer om even iets erin te doen. En dan ga ik er vanavond heel even kijken op zo'n donker plukje. Hoe die groene kleur erop pakt. Voordat ik het helemaal op mijn hoofd smeer. Maar het zal me dus niks verbazen als dan bijvoorbeeld de aanzet helemaal soort neongroen is. En die punten iets anders worden. Maar ja, dat gaan we dan ook maar weer zien. Ik vind het wel echt heel knap. Nu gebruik ik ook altijd heel veel percentage blondeer. Oeps. Maar ik vind het überhaupt knap dat het zwart eruit is gekomen. Vind ik überhaupt een godswonder. Dat had ik niet verwacht. Misschien ergens. I don't know. Gaaf look. Mila gaat me zo hard uitlachen. Ik voel het nu al. Ik heb haar gewaarschuwd en ik snap het ook. Ik zou het bij haar ook doen. Dus helemaal gaaf. Nou, ik ben klaargemaakt. Echt, mijn haar is hartstikke geel. Slash soort van oranje nog. Echt nog steeds. Nou, ook naar het feunen. Ik heb daarom maar even die hoed opgezet. En deze jas met die grote kraag. Omdat je het zo min mogelijk bent. Met haar. Maar ja, we moeten door. Ik ga nu naar de plek waar we altijd meeten. En dan wacht ik weer op Mila. Dan gaan we lekker naar het dorp. Ik ga alleen even vragen of het oké vindt om heel even naar de Action te gaan. Want ik moet even wat voor mijn moeder halen. En heel even naar Plantage. Meestal is Mila is echt de allermakkelijkste. Dus, hè. Ik denk dat dat goed komt. Maar ik ga het wel eerst even vragen. Want het is ook zo lullig om te zeggen. Oh ja, ik ga nu hierheen. Oh my god, ik doe het heel even zo. Want ik heb al mijn haar helemaal geverfd. En ik heb niks meer gefilmd. En ja, my hair is green. Ik ben obsessed. Het heeft zo goed gepakt wel. Ik was er even een beetje bang voor. Maar ik heb het gelukkig niet een derde keer hoeven blonderen. I'm very happy. I love ook gewoon hoe mijn haar nu zit. Het is echt wel very fluffy. Maar ik ben eigenlijk een soort van kinda obsessed wel over hoe fluffy het is. En dat met zo'n beetje met die bangs. En gewoon I live. Ik ben very happy. Ik ga nu al lekker chillen. Het is echt 7:30. Maar ik ga lekker mijn bed chillen. Lekker serie kijken. Lekker gewoon me time. Dus ik ga verder ook niet vloggen. Maar oh my god.
Ik heb eindelijk weer lekker gek haar. Oh, ik vind het helemaal ook meteen weer helemaal zo lekker. En ik voel mezelf ook weer helemaal kantje. En dan denk Nu was het zwart natuurlijk ook mooi, hè? Maar ja, heerlijk. Heerlijk. Ik zie jullie morgen weer, schatten. Morning. Het is zondag. Hallo. Even kijken. Ik ga Netflix even aanzetten, want ik ben gisteren begonnen aan de serie Monsters. Dat is door dezelfde maker gemaakt als Jeffrey Dahmer. En Jeffrey Dahmer is natuurlijk al een fucking zieke serie. Maar die is vooral heel viezig en gewoon een beetje dat. Maar dat komt natuurlijk ook door zijn verhaal. Maar Monsters is echt crazy. Psycho gewoon. En ik moest even stoppen met kijken. Want ik dacht, oh, anders ga ik echt niet slapen. Heeft ik heel lang geduurd voordat ik in slaap viel. Maar ja, ik ben toch helemaal intrigued. Dus ik wil het echt verder zien. Dus ik denk, het is ook gewoon mijn zondagochtend. Ik heb tot 2:30 of zo om me helemaal klaar te maken en alles te fixen. Want daarna ga ik naar mijn broer toe. Maar ik denk, oh, ik moet verder. I need to watch more. Dus ik ga dat nu aanzetten. Brother, can you spare a dime? Aflevering 3. Ja, dit wordt hysterisch. Oh. Ik zit echt met open mond hier naar te kijken. What the fuck? Er kwamen net verhalen. Ik zag niks spoilen hoor, maar er kwamen net verhalen naar boven. Nou, ik werd bijna misselijk gewoon. Dit is zo ziek. Ja, als je dit ziet en je hebt nog niet gekeken, Monsters, go watch it. Want het is tering goed in elkaar gezet. Acteurs en actrices, waanzinnig. Dus daardoor is het nog interessanter natuurlijk, maar Jesus. Ineens even helemaal ander mens met de make-up. Ik heb helemaal lekker een groene ooglook gemaakt. Want daar had ik helemaal zin in. Maar nu moet ik even kijken of ik dit haar nog even iets gezelligs zal kunnen maken. Dus ik ga heel even Olaplex olie erin doen. Because it's dry. Wat natuurlijk super logisch is. Maar het moet nog wel ergens op lijken. En nu ergens vind ik die soort van frizzy look ook wel weer cute. Maar ja, we moeten even kijken hoe het eruit komt te zien. Because it really needs to look just cute. Maar ja, wat wil je ook als je haar letterlijk van zwart naar blond naar groen verft? Kan je op zich niet heel veel willen natuurlijk. Ik heb niet zoveel zin om er echt helemaal gel in te doen. Omdat ik heb groen haarverf besteld. Maar dat komt denk ik morgen. Maar als ik er gel in doe, dan moet ik het ook echt gaan wassen vanavond. En dan gaat die groene kleur er heel snel uit. Dus daar moet ik nog heel eventjes mee wachten. Dus ik doe er gewoon even iets meer olie in. En ik heb voor mij nog van Color Wow een soort shine spray. Dus die ga ik ook nog even indoen. Daarna, het is nu 1:30, dus ik heb zo nog een uur. Ik ga nog even een TikTok maken dat ik mezelf aankleed. En dan moet ik nog heel even wat beneden wat vuilnis en zo weggooien. Want het is net zo lekker voor mijn ouders dat alle vuilnis en alles gewoon weer clean is. Dat zij niet het idee hebben dat zij dat hoeven te doen. Want die gaan vanuit Schiphol meteen door naar Berrinus. En ik ga met de trein. Dus. En dan kan ik gewoon met hun mee naar huis rijden. Of course. Oké. Okay, I think my hair looks kinda. Oké. Okay. I got dressed. Ik heb letterlijk een soort van tomaten met mosterd en sla outfit. Maar ja, ik leef er wel voor. Dus ik ben helemaal aangekleed. Ik heb gefilmd voor TikTok. Nu moet ik even mijn tas pakken. Want ik heb wat Lush bath bombs voor mijn zus mee. Ik heb een plaat voor mijn broer mee. Van de Venga Boys die heb ik ooit ontvangen. Die wou die hebben. Ik heb nog iets voor Veda mee. Schat, ik heb echt voor heel de fam heb ik weer allemaal dingen mee. Dus die tas moet ik niet vergeten. Essentieel. Misschien dat ik toch nog even een zonnebril in mijn tas moet gooien. Zit ik nu te bedenken. De zon schijnt wel, hè? Ja, en stel we zijn toch een soort van buiten vandaag. Misschien is dat handig. Of doe ik het niet? Weet je, ik doe het niet. Ik ben een rebel. Ja.
Super lief net. En May en Lara FaceTime me net. Maar die had ik ook niet... Ik had niet opgenomen, dus ik bel even terug. Maar zo lief. Want ze ging helemaal zeggen. Ze had een vlog gezien dat ik moest huilen. En ze zei, schat, het is niet normaal dat jij zegt van... Ja, dat het gewoon normaal is. Of dat het erbij hoort. En dat is niet zo. Maar ze is echt zo lief. Maar ik weet zo nooit echt hoe ik moet reageren. Dus ik... Nou, dank je. Maar echt, love you guys. If you see this. Maar dat soort mensen om je heen hebben is zo fijn en zo lief. Not normaal. Ons dipsie weer even onder de nek. Ik geef net zoveel licht als mijn haar. Maar ja, ze is er weer, hè. Ze is er. Ze is erbij. Even kijken. Nou, nu heb ik ook deze tas. En nu lijkt het net alsof ik, nou, sorry, maar ga verhuizen. Maar er zit gewoon een doos in. Om die bruisballen heel te houden, of course. Ik ga naar het station. Ik ga even kijken of ik een lekkere podcast kan aanzetten. Of zo van Emma Chamberlain. Of ze leuk is. Ze heeft niet altijd een leuke podcast. Maar we gaan het even zien. Helemaal buiten adem. Ik heb nog even snel vuilnis en zo weggegooid. Even kijken. Wat is de podcast van vandaag? Even kijken. Confrontation Advice Session. Need that one. Ga hem luisteren. Dit vind ik zo irritant. Dus één AirPod leeg en mijn AirPod case is leeg. Eentje is helemaal vol. Thank you. Maar het is in ieder geval iets. Want als ik helemaal niks had, dan ging ik echt dood. Oh my god, ik ben weer thuis. Ik heb niks gefilmd op de verjaardag. Maar ja, en onderweg trouwens ook niet. Want ik werd ineens op een ander station heel dichtbij. Waar ik uit moest opgepikt door mijn broer. Want dat was toch op de weg daarheen. Dus dat was echt super chill. Dus ik heb helemaal niet die treinreis helemaal af hoeven leggen. Dus thank you, Bata. Echt super chill, dus ik reed gezellig met oma en mijn broer naar het huis van mijn broer toe, dus dat was echt super chill. Nu ben ik dus thuis, make-up eraf, skincare gedaan, mijn haar is echt helemaal ontploft. Maar het is natuurlijk zondagavond, dus ik ga de vlog afsluiten. Dus dan was dit de vlog. Ik ga morgen meteen editen, want dinsdag en woensdag zit ik lekker in mijn rolsalon, gezellig. Ik ga weer shooten met Mark. En ik slaap ook in een hotel, omdat ik woensdag voor een event in Amsterdam moet zijn. En ik heb ook nog online een meeting. Maar ja, dat kan ik natuurlijk overal houden waar ik wil. Maar ik vind dat, weet je, het is eigenlijk wel lekker als ik gewoon even in een hotel slaap, vooral voor Rotterdam. Omdat dat natuurlijk gewoon weer 2 uur heen en weer is en 4 uur op een dag reis is. Ik dacht, weet je... Dat doe ik even lekker. En dan kan ik ook gelijk content maken in het hotel. Dus ik heb al allemaal ideeën. Dus ik ga morgen ook alles even klaarleggen. Maar dat zien jullie in de andere vlog. Dankjewel voor het kijken. Ik heb een heerlijk weekend gehad. Ik hoop jullie ook. En dan zie ik jullie in de volgende video.